Het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe weekvlog. Weekendvlog. Ik ben dus vrij tegenwoordig weer op vrijdag. Heel fijn. Oh, mijn haar. Het is al, ik heb geen idee, nu of 11 of zo. Ik ben al even naar buiten geweest met Niels, want er komen straks allemaal collega's van Sven eten. En dan is het wel leuk als huis een beetje aan kant is. Maar ik wilde ook weer even bloemen in de vaasjes. Dus ik heb even bloemetjes gehaald. Ik heb vanmorgen al wat schoongemaakt en gedaan. Gisteren heb ik ook nog wat schoongemaakt. Sven heeft al het grootste gedeelte gekookt. Maar mama is er nog eventjes. Die is net binnen. Zodat zij zo nog even met Niels weg. En dan kan ik nog echt even de laatste dingen schoonmaken en doen. Ik ga niet stofzuigen. Ik ga wel even met de Swiffer rond. Ik vind het altijd zo zonde als dan mensen komen. Dan komt er toch allemaal weer zooi in huis. Dus dat vind ik dan zonde. Dus even de laatste dingen opruimen en schoonmaken. En dan is het in ieder geval klaar en schoon als het bezoek komt. Verder ga ik straks met Niels bij opa en oma eten. Want Niels slaapt vanavond bij opa en oma. Want Sven heeft dus dat met zijn werk. En ik ga stappen met een vriendinnetje. Dus ja, het is toevallig 2 weekenden achter elkaar. Niet helemaal ideaal. Maar Niels vindt het fantastisch. Hij heeft het al de hele dag over opa en oma. Dus weet je, dat gaat helemaal goed komen. Ik was op een gegeven moment, hij wilde net naar de Albert Heijn. Want hij wilde een banaan. Maar ik zei, nee, we gaan niet naar de Albert Heijn. Nou, was hij in alle staten. Totdat ik zei, we gaan naar huis, want daar is oma. Oma! Nou, toen mochten we naar huis. Dus nou, dat is een beetje de status, de liefde voor opa en oma. Dus dat is hartstikke goed. En dan halen we hem gewoon morgen weer op. Verder van het weekend niet zoveel. Morgen hebben we nog niet zoveel op de planning. Behalve een kater hebben. En gewoon een beetje relaxen. En dan gewoon Niels ophalen. Maar even kijken of we hem voor of na zijn middagslaapje ophalen. En zondag ga ik even sporten. Dan lunchen met een vriendinnetje. En dan gaan we daarna lekker met Niels naar de parade. En ik denk dat we morgen gewoon lekker met Niels naar de speeltuin gaan of zo. Iets in die richting als het een beetje gewoon droog is. Oh, en ik ben woensdag weer bij de mesoloog geweest. Was woensdag? Volgens mij was woensdag. En ja, ik ben een beetje lamarm. Oh. En helaas, ja goed, ik wist natuurlijk al dat ik lactose intolerant was. Maar ik moet ook echt weer heel streng, maar ook geen lactosevrije yoghurt en dat soort dingen meer. Dus ik ben daar nu, ik heb gisteren weer boodschappen besteld. En heb daar weer geprobeerd zoveel mogelijk rekening mee te houden. Tenminste, ik heb daar helemaal rekening mee gehouden. Maar ik mis het nu al. Ik heb serieus, woensdagnacht heb ik gedroomd over kaas, feta, geitenkaas. Franse kaasjes dan. Goed, dus ja, daar zal ik alweer even mee flink mee aan de slag moeten. Maar dat gaat me in ieder geval als het goed helpen. Maar voorlopig ook geen suiker. Dus eigenlijk ook geen alcohol. Vanavond ga ik nog wel even alcohol drinken. Maar ja, ik drink door de week nooit. En in het weekend drinken we af en toe. Dus het is niet heel dramatisch. Maar het is natuurlijk wel iets, ja, wat ik dan ga missen. Alleen ik weet wel dat toen ik het vorige keer ging doen, moest ik het ook echt, heb ik het wel hardcore gedaan en dat hielp wel heel erg. Dus ik denk als ik het nu gewoon even een paar maanden goed volhoud, gewoon echt streng, dat ik daarna kan ik af en toe wel weer een beetje zondigen. Maar ik moet gewoon eerst, die emmer moet weer leeg, zeg maar. Je bouwt gewoon op een gegeven moment, bouwt zich gewoon op en op een gegeven moment stapelt het alleen maar meer. En dan, als je dan een dag geen lactose eet, dan heeft het gewoon niet zoveel zin of geen suiker. En nou ja, dus nu moet ik gewoon echt even weer lange tijd. Overal zit suiker in. Nou goed, dus dat voor de berichten van vandaag. Ik neem jullie weer mee dit weekend. Oh, ik heb trouwens een hele saaie outfit, een grijs shirtje aan en een spijkerbroek. Maar ik moet ook nog even bedenken wat ik aan wil vanavond. Even meenemen mijn kast in. Zo, lip gedaan. Eigenlijk wil ik deze aandoen. Die, dit is een, hoe zeg je dat, een broekpakje. Een playsuit. Die vind ik heel leuk, maar het vriendinnetje met wie ik ga, die is meestal wat meer casual. Dus ik wil wel nog even een alternatief hebben voor als ik me toch een beetje te ziek de friemel voel. Ik weet ook niet of ik opzet of niet, maar ik neig toch wel een beetje naar een zwart jurkje of iets. Maar ja, ik dacht of gewoon een t-shirtje. Ik weet het niet zo goed. Dus daar ga ik ook nog even over nadenken. Maar eerst even verder met opruimen. Let trouwens niet op de zooi van mijn kast, maar mitten zitten erin. Het was ooit op kleur, maar ik heb nu, dat is ook zoiets, ik heb sinds de zwangerschap zijn mijn borsten ruim een cupmaat groter. Nou, Niels is inmiddels 1,5, dus ik vermoed niet dat ze anytime soon gaan slinken. Dus allemaal zomerjurkjes, die zijn gewoon echt te kort. Omdat, ja, die borsten tillen natuurlijk meer op. Dus ik heb gewoon, ik weet niet, ik sta gewoon in mijn onderbroek.
Dus ik heb nu net een hele selectie gemaakt met alles wat ik denk dat sowieso tekort is. Die wil ik nog een keer aantrekken. En dan kan ik misschien van een deel shirtjes maken en een deel, ja, dat houdt gewoon op. Maar dus vandaar dat mijn kast er nu een beetje rommelig uitziet. Maar goed. Trouwens, dit lijstje. En ik had deze erin omdat, wat ik laat zien. Dit staat namelijk hier. Dus de stolp is kapot, maar dan komt er een nieuwe voor. Maar die staat altijd hier. Maar ik vond het wel leuk dat het een beetje past bij deze schilderijen. Zo grappig, die heb ik ooit in de kopieshoek gescoord van de IKEA. Maar goed, deze dus. Maar ik wil nu iets anders. Dus ik heb deze is een optie. My favorite place is inside your hug. Of deze, dan zit ik wel een beetje in het thema, dit palmboompje. Of deze, dan zet ik hem dus overdwars neer, smile. Ik ga even kijken wat ik leuk vind staan. Of deze palmbomen. Oh, dit zijn dezelfde. Dat dus. Maar die heb ik een beetje groot uitgeprint. Dus ik moet misschien nog even kleiner printen. Omdat ik dus geen lactose meer mag. En geen suiker. En wat ze zei van vooral ook geen koolhydraten tussen de middag. Vraag me niet meer precies waarom. Ga ik nu iets anders maken. Ik heb wat tomaten. Dus ik ga een tomaatje gebruiken. Ik heb nog een paprikaatje over. Spekjes in de pan. En dan heb ik nog champignons. Of zijn die niet meer goed? Zo, eens even kijken. Champignons, of ze zijn dus niet meer goed. En dan ga ik daar gewoon een omeletje van maken. En dan moet ik even kijken wat ik daar dan nog bij doe. Misschien nog een soepje of zo. Dus dat ga ik maken. Mama is heel even met Niels naar buiten. Want hij was een beetje moe. Dus dan zat wel lekker om even naar buiten te gaan. Het is nu droog. Komen zij zo terug. Dan gaan we lekker lunchen. En dan gaat mama naar huis. En Niels gaat slapen. En dan gaan wij aan het eind van de dag weer die kant op. Maar Sven vond het wel leuk als zijn collega's ons nog even zagen. Oké, change of plans. Change of plans. Moet het niet overdrijven. Maar die champignons zijn inderdaad niet meer goed. Dus ik heb nu ertjes erbij. En dan dus deze gesneden. Dan gaan we de tomaat doen. Nou, het ziet er niet zo mooi uit. Maar het smaakt vast lekker. Niels en ik zijn even lekker buiten geweest. Ik heb niet gefilmd. Want ik was de camera vergeten mee te nemen. Ik heb even een ander shirtje aangedaan. Jij even wat drinken? Niels wil even wat drinken. Goed, Niels had even dorst. En ik heb ook... Ik heb ook 3 boekjes binnengekregen. Wauw, deze. De allerliefste. Mag ik hem even laten zien, Niels? De allerliefste knuffel van de hele wereld. Tip van een collegaatje. En ga maar kijken. En deze. Bobby op het potje. Want ik heb ook een potje gekocht. Dat zal ik nog even laten zien. Maar dat, nu even niet. En deze. Zindelijk nu al. Kijk eens door wie het geschreven is. Nou, dat had ik nog niet gezien. Nou, door mij. Nee, andere achternaam, maar verder. De zinnelijkheidsdingen, omdat Niels de hele tijd zegt poepen en dan lijkt het alsof hij ze daar uit wil doen. Dus ik dacht, nou ja, we kunnen het dus gaan proberen. En die andere gewoon dat het een leuke tip was. Dus nou, ik ga even met Niels lezen. Ik ben bij mijn ouders thuis en een lang gekoesterde wens is in vervulling gekomen. We wonen hier al heel erg lang. Of tenminste, mijn ouders wonen hier al heel erg lang en ik woonde hier vroeger natuurlijk ook. En al sinds het begin zeg ik, al sinds ik echt heel klein ben, van haal die bossen weg en maak gras. Die tuin was echt één groot bos. En wat is het nu? Er is gras. Kijk, gras. Yes. Ze hebben al wat bossen laten staan. Maar dit is gras. Hier, dit was echt één grote, nou ja, allemaal zo hoog als dat, zeg maar. En dan gewoon groen met van alles. Ik ben helemaal blij. Dus en nu ga ik even nog in de zon zitten en dan lekker eten bij papa en mama. Niels gaat even water geven. Doe maar een stukje verder, Niels. Daar. Goed zo. Nog een beetje verder. Ja. Dat is mijn favoriete plek om water te geven. Zo. Ik heb net even lekker gedoucht. Ik heb wel mascara erop gelaten, maar verder is alle make-up eraf. Maar ik had geen zin om mascara nu te doen. Ik doe verder gewoon alleen een beetje oogpotlood. Dus ik ga lekker even tutten op de bank. Heerlijk. All by myself. Make-up
check, cola, hoppatee. Nou, dit is een spectaculaire outfit geworden. Gewoon een spijkerbroek. En dan heb ik deze top aan van Zara, al heel oud hoor. Maar dit is een donkerblauw. Je ziet het misschien niet heel erg, maar hij heeft hier kant. En dan is hij verder gewoon zo. En dan heeft hij wel een mooie rug. Kijk, oh, kunnen we de rug zien? Gewoon zo. Nou, komt niet echt over op deze manier, maar dit... dit gaat hem worden. Ik moet even kijken, want dit is dus blauw. Dus wat voor sieraden en schoenen dat dan worden. Want ik heb eigenlijk niet zoveel blauw, maar ik denk dat ik gewoon zwarte schoenen aan doe. Wie ziet het? Ik wilde echt dat playsuitje aandoen. Maar toen dacht ik, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar dan moet ik naar het toilet en dan moet ik dat hele ding uit gaan trekken. Nou, ik zag het al helemaal gebeuren. En... ik drink bij stappen bier. En als je bier drinkt, dan moet je sowieso vaker naar het toilet. Dus ik dacht... dat gaan we dus niet doen. Dus ik dacht, het wordt gewoon een broek. Ik heb ook nog een jurkje aan gehad, maar dat vond ik ook zo... winters en... hou op. Dus ik ga gewoon lekker hiervoor. Play it simple. Net als mijn make-up, ook simpel. Ik heb een heel klein beetje glans op mijn ogen gedaan. Dat was omdat ik net een plaatje zag. Dacht ik, oh, dat vind ik ook wel leuk. En verder oogpotlood en that's it. Dus ik ga eventjes mijn tanden poetsen. Heel goed ook net na de cola. Tanden poetsen en dan over een kwartiertje of zo moet ik de deur uit. Dus ik neem jullie niet mee. Ik ga gewoon lekker stappen voor het eerst. Ik heb geen idee hoe lang. Dus jullie zien mij gewoon morgenochtend weer. Goedemorgen allemaal. Het is zaterdag en het is 11 uur. Yes. En ik zit nog in mijn pyjama. Inmiddels echt mega honger. Ik word er ook een beetje misselijk van nu. Van de honger. Mijn haar zit ook goed. Niels logeert bij mijn ouders, zoals jullie weten. En gisteravond ben ik geweest stappen. Het was heel gezellig. Ik was om 3 uur of zo thuis, denk ik, zoiets. Prima. En vanmorgen om... Nou, hoe vroeg was het, Sven, in Grasmaaiers? Ja. Te vroeg. Ik werd wakker vanmorgen. Ik denk, wat de... fuck hoor ik. Er is hier een bos aan het kappen of zo. En daar is grasmaaiers. Niet oké. Okay. Echt veel te vroeg. Ja, ik denk dat het 8, 9 uur was. Op zaterdag, hè jongens. Ik weet niet hoor, moet dit? Nou, daar werden we een beetje zo graag. Want ik heb er op een gegeven moment oordop in gedaan. Maar ik ben daarna wel weer in slaap gevallen. Geheel tegen mijn eigen verwachting in. Want meestal, als ik dan een beetje wakker word, dan begin ik te denken wat ik allemaal... kan doen of zou moeten doen of zou willen doen in de tijd die ik dan dus nog ga besteden aan slapen. Maar ik ben heel braaf weer gaan slapen. Ik ben net nog even in bed een beetje op de mobiel gezeten. Ik heb afgesproken dat we Niels naast een slaapje ophalen. Dus dat houdt in dat we nu nog eventjes ontspannen samen kunnen ontbijten en zo. Ik zie er niet uit, jongens. Dat kunnen we ook wel even zeggen, toch? Dat we even ontspannen gaan ontbijten en zo. En dan huis nog weer een beetje opruimen na gisteren. En vandaag heb ik niet veel plannen. Dus, Mits komt eraan. Mits. Hé, Mittens. Hi. Nom, 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 nom. Oeps. ik heb eventjes... Ik ben gedoucht. Ik ben niet naakt dat ik naar handen kom. En ik heb even snel dit Quick Restore 3 minuten Dr. van der Hoogen masker met aloe vera op mijn hoofd gesmeerd. Ik wilde eigenlijk een sheetmasker doen. Ik had het laten zien. Ik wilde eigenlijk een sheetmasker doen. Maar dat vind ik eigenlijk zonde als ik daarna dan nog make-up aan zou. Dat wil ik dan eigenlijk lekker de hele nacht laten, laten inwerken. Misschien ik het vanavond of morgen... deze, het Sephora Pearl Face Mask. Maar ik dacht een beetje hydratatie. Kan geen kwaad, dus ik ga eventjes lekker dit 3 minuutjes laten intrekken. En dan afspoelen en dan een gekke streep. En dan opmaken. De nieuwe stop is binnen. Het is, nou ja, als het goed is, ongeveer dezelfde als die we hadden. Ook deze dingen. Daar kom ik het doen. En die nieuwe... het nieuwe plaatje, wat ook leuk past hierbij. Dus nou, dit is weer klaar.
Verder nog niet te veel gedaan. Sven heeft het hele huis gezogen en geteld. Daar ben ik echt heel blij mee. Meestal doe ik dat, dus ik vind het heel fijn dat hij het een keertje doet. En ik heb me even aangekleed. Een heel wijd shirt en een broekje. Ik heb mijn haar even anders gedaan. Ik weet niet wat ik ervan vind. Zo had ik helemaal geen plannen vandaag. En zo komt een vriendinnetje straks gezellig langs. Dat ze... Ik heb trouwens vandaag mijn wenkbrauwen met poeder gedaan. Maar ook weer zeg maar op een manier dat je denkt, met een kater werkt het ook niet helemaal. Ik ben niet heel enthousiast. Maar dat is heel gezellig, dus daar heb ik zin in. Die komt einde van de middag even. En dan eerst eventjes met Niels. En daarna gaan we nog even met z'n tweetjes wat drinken. Thee. Limonade. Ik had wat shirtjes besteld. Tenminste, ik had wat jurkjes besteld in missie om een nieuw... nou, een beetje weer zo'n hippie-achtig jurkje te vinden. Maar dan had ik ook... Dit shirtje zag ik daar ook. Het is een beetje... Ja, het is echt mega gekreukt eruit gekomen. Maar goed, dat kan ik strijken. Een beetje licht roze en dan op de rug zit kant. Nou, ik vind het wel een fijn basic shirtje. Nou, het komt er allemaal super gekreukt uit. Maar dit is ongeveer 36 maten te groot. En heel lang en ik... En vreselijk. Laten we dit maar niet doen. En deze, die had ik in een S en een M besteld. Deze S, ja, die is gewoon te kort. Daarom bestel ik meestal dus jurkjes in een M. Alleen dan zitten ze soms weer te wijd. Dus ik ga nu even de M passen, want dit kan ik niet. Vooral de achterkant niet. Ja, en dan is dit zeg maar de M. En daar verdrink ik dus in. Ik heb dus nu iets bedacht. Misschien, bij ASOS heb je de Tall collectie. Dus zeg maar voor lange mensen. Nou ben ik helemaal niet zo lang. Ik ben 1,71. Alleen mijn borsten zijn zo groot, waardoor zeg maar dit altijd gebeurt. Ik denk, misschien moet ik dat gewoon gaan doen. Want het werkt niet, dit. De M is gewoon te groot voor mij. Frustration. I can't. Nou, hartstikke leuk. Nou, ik hou alleen het shirtje. Het is een beetje donker, maar we hebben het lichtknopje van Niels kamer afgeplakt. Omdat hij het zelf steeds openmaakte. Even zitten. Ik ben weer vergeten te filmen. We zijn lekker even naar buiten geweest tussen de buien door. En daarna heb ik nog even een drankje gedaan met een vriendinnetje. Even geborreld. En nu ben ik weer thuis. Dan ben ik nou niet scherp. Ik heb gesport en ik moet nu racen. Want ik heb nu afgesproken om even te lunchen met een vriendinnetje. Toevallig is het heel veel vriendinnetjes dit weekend. Wat heel gezellig is. Maar waardoor ik steeds vergeet te filmen. Zo... Hetzelfde aan als gisteren. En ik ga nu hollen. Ja, maar ik heb een mooie foto voordat ik aanval. Nee, dit staat nu op beeld. Oh. Hè? We gaan lunchen. Ik ben daar heel jaloers op. We zijn op de parade. We lopen de mannen. Gezellig, de zon schijnt. Wel blubber. De heren gaan de zweefmode zo in. Ja, Levina wil ook. Daar gaan we hoor. Niels heeft een mooie Ernie crap. Oh, hij gaat hier zitten. Zo, dat was de parade weer. We gaan naar huis. Niels vond het prachtig. Zit helemaal onder de modder. En nu gaan we naar, ja, of naar een speeltuin of naar huis. Ik weet het niet. Maar in ieder geval uit de modder. Oh. Ja? Wat is er? Gaan we lezen? Ja. Oké, kom maar. Kom er maar bij. Pakje. Ja, ik heb hem. Kom maar lekker bij me zitten. Open armen. Ja. Op, zo. Open armen. Open armen. Wat is het? Open armen? Ja. Oh, spannend. Zo. Oh. Wat zie je allemaal?
mais. Ja, ja. En laarsjes, hè? Die had jij net ook aan. Ja. Ja, die heeft ook laarsjes aan. Zie je ook de koe? Nee. Ja. Ja. Goed zo. En ja, nog één. Goed zo. Zie je ook de tractor? Ja. Ja. Ja, goed zo. En nog één. Heel goed. Wauw, Niels. Azenne. Ja. Azenne. Oh, grote wielen. We zijn er. Oké. Okay. Oh, wat doet het varkentje? Goed zo. En wat zegt de haan? Kukkie. Zullen we gaan tellen hoeveel schaapjes er zijn? Ja. Was opvouwen, wassen draaien. Zondag is altijd mijn wasdag. Dus ik dacht, nou goed, ik ga even hier zitten vouwen. Sven is aan het koken. En Niels zit even op de tablet. Hij zit nu Boomba te kijken. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik ben heel benieuwd. Ik vind bijvoorbeeld Nijntje heel leuk voor hem. Nou, Kikker vindt hij ook. Hij vindt Nijntjes leuk. Sesamstraat vindt hij leuk. En Kikker vindt hij leuk. Maar hij vindt ook Boomba leuk. En Boomba vind ik echt niet leuk. Ik ben heel benieuwd of jullie ook zeg maar dat soort programma's hebben. Waar je kind echt fantastisch vindt. Waarvan jij echt denkt. Nou, doe maar even niet. Deze gevulde kastanje champignons. En klassieke aardappelpuree. Lekker. Dit zijn dus die gevulde champignons en puree. Daar zit ik dan met een sheet mask. Dit Sephora, het lekt eruit. Sephora, iets met parels, pearl face mask. Ik geef het even aan een waardige assistent, dankjewel. dus ja, zo ziet het eruit, heel charmant. En dan geloof ik een kwartier in laten trekken. Ik durf niet meer te kijken voordat ik alles onderknoei. Ik kan ook niet lachen. Zo, het maskertje is eraf. En ja, het voelt wel lekker. Ik weet niet of ik nou parelhuid heb, maar het voelt wel. Ik zit even te kijken zelf ook. Ja, het voelt in ieder geval lekker. Wij gaan zo Game of Thrones kijken. Dat kan ik lekker uitspreken ook. En ja, ik denk dat ik ga afsluiten voor vandaag. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Vergeet je vooral niet te abonneren als je het leuk vond en een duimpje omhoog doen. Dat zou ik fantastisch vinden. En ik zie jullie heel graag volgende week weer. Doei!